Hey, leuk dat je kijkt. In deze video gaan we het hebben over het primair inkomen, overdrachtsinkomen en het secundaire inkomen. Laten we beginnen met het primaire inkomen. Dat bestaat uit 5 onderdelen, namelijk loon, pachthuur, rente en winst. Hebben allemaal te maken met de productiefactoren. Het zijn namelijk de beloningen voor de productiefactoren. Als we van dat primair inkomen het overdrachtsinkomen afhalen, dat zijn belastingen, de premies die we betalen aan de overheid, maar ook de uitkeringen en de subsidies die we ontvangen van de overheid, dan kom je uiteindelijk uit op het inkomen wat we kunnen besteden, het besteedbare inkomen. En dat besteedbare inkomen noem je ook wel het secundaire inkomen. Belangrijk nog eens om te weten dat die overdrachtsinkomens als kenmerk hebben dat je er niet direct een prestatie voor hoeft te leveren. Er staat niet direct iets tegenover. Dus bijvoorbeeld als jij een subsidie ontvangt, dan hoef je daar eigenlijk niet iets voor te doen. Zoals met loon, daar moet je voor werken, daar moet je wel iets voor doen. Tot zover deze video, leuk dat je gekeken hebt en tot de volgende examenvideo. Doei!